In deze video leer je de basis over het voorbereiden van een presentatie, vooral in het programma Microsoft PowerPoint. Om een presentatie visueel aantrekkelijk te maken en om ervoor te zorgen dat je toeschouwers alles goed kunnen volgen, projecteer je meestal een korte inhoud op een scherm. Je gebruikt hiervoor dia's. Op die dia's staan geheugensteuntjes, waardoor zowel jij als je toeschouwers duidelijk kunnen volgen waarover er verteld wordt. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de mensen jou negeren en enkel lezen wat er op het scherm komt. En daarom zet je maar een paar woorden op je dia. Een belangrijke regel bij het maken van een dia is dus dat je alleen kernwoorden gebruikt en geen volledige zinnen. De dia die je nu ziet is dus volledig fout. We passen die dan ook even aan. De eerste zin kunnen we herleiden tot projecteren. De tweede wordt gewoon dia's. De derde geheugensteuntjes. En bij de vierde laten we alleen de laatste woorden staan. Zo, dit ziet er veel beter uit. Hoe minder woorden er staan, hoe beter die enkele woorden opvallen. Kijk maar naar het voorbeeld. Er zijn veel programma's waarmee je presentaties kan maken, maar het populairste is Microsoft PowerPoint. Er zijn verschillende versies van die allemaal net iets anders zijn, maar de technieken die je vandaag leert, kan je in alle versies gebruiken. Zoals bij alle computerprogramma's is er ook bij PowerPoint weer een heel hoog do-it-yourself gehalte. Je leert het programma alleen maar door ermee bezig te zijn en nieuwe dingen te proberen. Hoe meer je het gebruikt, hoe beter je ermee zal kunnen werken. Nog één heel belangrijk punt voor we eraan beginnen. Sla regelmatig je werk op. Je wil het niet meemaken dat PowerPoint net voordat je klaar bent crasht en dat je heel die prachtige presentatie helemaal opnieuw moet maken. Hier hebben we juist PowerPoint geopend. En het eerste wat we doen, is ons bestand opslaan. Zoals we daar juist al zeiden, is PowerPoint gemaakt om een presentatie een beetje visueel aantrekkelijk te maken. Uiteraard hebben we dan liefst niet alleen een goede, maar ook een mooie PowerPoint. In elke versie van PowerPoint zitten er een aantal ontwerpen ingebouwd, waaruit je er één kan kiezen die het mooist of het handigst vindt. Het handige aan die ontwerpen is dat je ze maar één keer moet kiezen en dat al je dia's automatisch dezelfde stijl krijgen. Die stijl is voorgeprogrammeerd, dus je moet er zelf niets aan doen. Je kiest die stijl bij het maken van je eerste dia. Je kiest dus een duidelijke stijl die past bij je presentatie. Nu is het tijd om aan die eerste dia te beginnen. Om ervoor te zorgen dat je publiek meteen weet waarover je gaat vertellen, zorg je voor een duidelijke titel en ondertitel. Daar is al plaats voor voorzien. Je moet enkel de titels invullen. Zo gaat deze presentatie bijvoorbeeld over het werken met PowerPoint en dan vooral over de basis. Zo, je eerste dia is een feit. Nu een nieuwe dia maken. Dat doe je via de knop Nieuwe dia, linksbovenaan. Die dia heeft hetzelfde ontwerp, dezelfde stijl als de eerste. Je moet alleen nog kiezen wat voor soort dia het wordt. Eentje met een titel en tekst, eentje met een afbeelding, eentje met alleen een titel, enzovoort. Je selecteert gewoon wat je wil hebben en de nieuwe dia verschijnt. Het is een goed idee om er een gewoonte van te maken om bij elke nieuwe dia je document eerst even op te slaan. We kiezen hier een nieuwe dia met een titel en tekst en we kunnen weer verder. Wie visueel zegt, denkt meteen aan afbeeldingen. In PowerPoint kan je dan ook heel makkelijk afbeeldingen aan je presentatie toevoegen die de inhoud ondersteunen.
Enkele goed gekozen afbeeldingen zorgen ervoor dat mensen meer gaan onthouden van wat je hen verteld hebt. Eerst en vooral gaan we de afbeeldingen naar de presentatie kopiëren. Je kan ze invoegen via het menu Invoegen of Insert. Of je kan ze naar de presentatie slepen. Zorg er in dat laatste geval wel voor dat je ze niet in een tekstvak sleept, maar ergens in een stukje vrije ruimte. Je kan de afbeeldingen ook nog opmaken in PowerPoint. Je kan ze vergroten, verkleinen, bijsnijden, draaien en nog veel meer. Zorg ervoor dat je niet te veel afbeeldingen gebruikt. Het belangrijkste aan je presentatie is nog steeds de inhoud. Dat mag je nooit uit het oog verliezen. Hier slepen we een afbeelding over presenteren in onze presentatie en passen we de afbeelding wat aan. Verkleinen, verplaatsen en er een klein effectje op zetten. Om een presentatie wat levendiger te maken, zijn er ook animaties. Dat wil zeggen dat je tekst en afbeeldingen niet gewoon moeten verschijnen op het scherm, maar dat je ze kan laten binnenvliegen, bewegen, ronddraaien, uit elkaar spatten enzovoort. Dat klinkt heel leuk. En een paar goed gekozen animaties maken een presentatie inderdaad veel aangenamer, maar te veel animaties zorgen ervoor dat je presentatie gewoon heel irritant wordt. Hou het dus eenvoudig. Om iets te animeren, moet je eerst selecteren wat je wil animeren. De titel, de tekst, de afbeelding. Daarna kies je de animatie die je wil gebruiken uit het menu Animaties. Probeer om in heel je presentatie steeds dezelfde animaties te gebruiken. Daarna kan je de details beginnen uitwerken. Hoe lang moet de animatie duren? Wanneer moet ze beginnen? En in welke volgorde moeten de animaties afgespeeld worden? In onze presentatie gaan we eerst de tekst animeren en daarna de afbeelding. Zoals je kan zien, krijg je steeds een voorbeeld van hoe de animatie er gaat uitzien. Wanneer je presentatie klaar is, wil je natuurlijk wel eens weten hoe die eruit gaat zien. Je gaat de presentatie uitproberen door op deze knop te drukken. Je kan dan heel de presentatie afspelen en nadien aanpassen wat er nog moet veranderd worden. Je kan het voorbeeld ook steeds onderbreken door op de Escape-toets te drukken. Hier zie je waar de knop staat om een voorbeeld op te roepen. Ziezo. De basis ken je nu. Je kan nog veel meer doen met PowerPoint, maar zoals we in het begin al zeiden, de details zijn DIY. Do it yourself. Door veel uit te proberen, ga je nog heel wat ontdekken. Succes!